Ben Verhopen, 72 jaar is inmiddels, Aretha Franklin. Onze beschermvrouw trouwens, want al 10 jaar lang klinkt er in deze studio, voor en na de uitzending, alleen maar muziek van haar. De nieuwe cd heet Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. En ze zingt daarop op haar eigen manier Gladys Knight, Adele, Sinead O'Connor, Barbara Streisand, aan tafel de Sherma en Giovanka. Fans, net zoals wij, van The Queen of Soul. En er is er maar één van. 72, wie had dit nog gedacht? Crazy. Hè? Ja. Naar welk nummer, toen je zag wat ze zong, naar waar waren jullie meteen het nieuwsgierigst naar? Nou ja, ik zag het bij David Letterman. Zag ik haar Rolling in the Deep zingen. En toen dacht ik... Ik dacht eerst jee, en toen dacht ik oh jee. En toen dacht ik weer jee, en toen dacht ik weer oh jee. Dus ik twijfelde een beetje. Tussen wat? Nou, ik dacht aan de ene kant van wat een eer... Ik voelde me eigenlijk als, laat ik het zo zeggen, als generatiegenoot van Adele... voelde ik me een soort van vereerd, weet je wel. Dat ik van, wauw, wat tof voor Adele dat zo'n iemand haar nummer zingt. Ja. En de band zag er goed uit, allemaal oudjes, weet je wel, gewoon solide. En toen hoorde je de cd. En toen, want? Ja. Nou, kijk, ik werd gebeld om het te gaan luisteren. Ik heb het gewoon opgezet, ik heb niet gekeken. Gewoon gezegd, oké, was de eerste At Last? Oké, let's go. Nou, At Last was eigenlijk, ik dacht, oké, als dit het wordt, oké. En toen ging het bergafwaarts. Echt waar? Ja. Zullen we even met Adele beginnen? Want daar zijn de mensen thuis denken ook hartstikke nieuwsgierig naar. Aretha zingt Adele, dat is maar wat. Ja. Oké, bij Letterman, geloof ik. Ik vind het gewoon hartstikke mooi. Het is toch wel iemand die zich niet schaamt voor het feit dat ze het hoge bereik kwijt is. Laat me even goed uitleggen wat ik bedoel. Want Aretha is Aretha en ik vind het waanzinnig. Alleen, wat je hier hoort is een live band spelen met haar. Ja. Te gek. Ik heb al gezien ook bij de president I Never Loved a Man doen. Vond ik ook super te gek. Omdat het live is en het is niet te veel bewerkt. Maar op deze plaat, wat ze hebben gedaan is eigenlijk... probeerde haar jong te maken, terwijl het gewoon een vrouw van 72 is. Ja, dat moet je niet doen. Ja, wat bedoel je? Nou ja, het kan heel goed. Ze hebben het vaker geprobeerd met mensen. En het kan. Maar het is gewoon zo zonde. Want je hebt iemand die gewoon in de gloriedagen van de soul en de funk en de jazz... gewoon op haar top was, zoals de queen of nog soul. Steeds, ja. En dan ga je een tribute doen aan veel mensen die na jou zijn gekomen... en die waarschijnlijk ook in hun carrière misschien wel door jou zelf zijn beïnvloed. En dan ga je nieuwe nummers nog nieuwer maken. Precies. En ik zou dat anders hebben gedaan. Precies. Ik had als ik Aretha was... Ja? Als ik Aretha was Je weet zelf. Dan had ik gedacht van, weet je... Ik kom uit die toptijd. Dan ga ik Rolling in the Deep en Nothing Compares. Ga ik, zeg maar, Aretha-fyen. En die ga ik juist terugbrengen naar de 60s en de 70s. Okay. Precies. Goh, en dat had ze moeten doen. Oké, zullen we dan even kijken naar Aretha in die topvorm. 1968, yes. Concertgebouw Amsterdam. Daar kon geen muis meer bij. Ze stonden tot aan het podium. En het mooie is... Alle soorten mensen. Zwart, blank. Ik bedoel, wij zijn dan toevallig gekleurd en komen haar even representen. Maar iedereen is fan van Aretha, of niet? Yes. Nou ja, oké, dan komt ze. 68. Here she is, the queen of the rhythm and blues. Aretha Franklin. There she is, yeah. Ja, zij kon als geen andere covers doen. Dus daarom ben ik ook niet... We zijn niet verbaasd dat zij dit heeft geprobeerd. Maar kijk, het punt is... Aretha heeft heel weinig zelf geschreven. Als je een beetje van haar leven hebt gevolgd... Ja? Ze heeft heel weinig geschreven. Alles
was een cover. Wie weet wie de origineel schrijver was van Respect? Weet iemand dat? Giel. Weet je? Benny King. Het is Otis Redding. Otis Redding. Luister maar naar de versie van Otis, een baslijn waar je u tegen zegt. Maar Aretha maakt het bekend. Ze deed dat met iedereen. Ze deed met Satisfaction. Nee, maar ik wil geen kwaad woord horen over Aretha Franklin. Ik ben heel erg fan. Maar ik ben ook met je. En ik zou niet bekentenis doen. Ik ben heel erg fan, maar vooral mijn vriendin is heel erg fan. Ik ben een paar jaar geleden in Memphis geweest, in het Stax Museum, vlakbij het huis van Aretha Franklin. Toen zei mijn vriendin, ik wil naar het huis toe. 406 Lucy Street, wij daar naartoe gereden. En we hebben, ik moet het verhaaltje heel even inleiden. We hebben een oude foto van het huis van Aretha Franklin. Dat is nu in een hele, hele slechte wijk. En we zijn allemaal drugsverslaafd op straat, toestanden. En nu komt de bekentenis. Ik heb namelijk een probleem. Ik ben namelijk een kleptomaan. Als ik ergens kom, dan moet ik iets schappen. Dat is, snap je? Dus ik heb dat altijd voor mijn roman. Dat is urenlange dingen, zo te drukken. Dus ik was in dat huis, dat is nu al heel lang helemaal verlaten. Huis is dat. En ik heb hier, dat is een origineel artefact. Oh my god! Ik heb hier de brievenbus van Aretha Franklin. We zien hier, dit is volgens mij een iets nieuwere foto, maar er zijn ook oudere foto's. Daar zie je deze brievenbus op. Oh, wow. You kidding me? Ja, en die staat bij mij thuis. En daarom wil ik nooit een kwaad woord horen over Aretha Franklin. Wij zijn daar met je. Wij snappen je brievenbusverhaal. En toch, die Eurohouse beats die ze onder die nummers hebben gedaan. Nadan. Wat, schrappen. Wat vind je van Nothing Compares to You? Dat kennen we natuurlijk van Shinna. Daar doet ze echt... Dat doet ze wel echt iets bijzonders mee, hoor. Sowieso. Niet? Ja, dat klopt. Wacht. Stop. Dat klopt. Ik ben het met je eens. En we kennen dat nummer natuurlijk van... Het is van Prince, hè? Ja. Nou, dan heeft Sinead O'Connor haar versie gemaakt. En ik vind dat Aretha het hier ook leuk doet. Want ze skat. En het is gewoon een virtuose zangeres. Ook al is ze oud. Dus hebben ze... Hey, brievenbus. En dit nummer gaat nog. Het gaat. Laten we dan even luisteren. Laten we even luisteren. Ja, oké. Okay. Eerst. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Ah, dit is toch wel Aretha Fire, wat jij zegt, of niet? En deze kan. En At Last ook. Maar dan zitten er... Bijvoorbeeld, weet je wat ik zonde vind? Ik weet niet of die hier nu is. Anders moeten jullie gewoon thuis even luisteren. I'm Every Woman. Ja. Die heeft natuurlijk een retouch ooit gehad van Whitney Houston. Nou, diezelfde soort retouch doet zij nu weer. Maar dan nog een beetje moderner. Maar met diezelfde attack. En dan van Chaka Khan, hè? Ja, en dan heb ik echt zoiets van... Ik weet niet, wil je dat voor ADE doen of voor kerst? Ik weet niet, ik voelde dat niet. En ik heb echt zoiets van, Aretha, gooi al die beats weg. Al die hippe producers, heb je allemaal niet nodig. Gewoon een band. Band. Spelen. Twaar van die oudjes, CeCe Houston zag je erbij. Gewoon. Zing. Of met een metropoolorkest, I don't know, iets. Of heel klein of heel groot, maar wel puur. Hoe kunnen we dit gesprek toch, want we zeiden aan het eind van het gesprek... komen een beetje zonnig eindigen, een beetje koninklijk. Gewoon met Aretha zoals we haar het mooiste vinden, het mooiste en ik kunnen denk, horen. En ik denk dat, maakt niet uit wat wij allemaal vinden... ik denk dat als zij dat niet zou voelen, zal ze het niet doen. Klopt. Want dat is wel zo'n vrouw is het. Dus ik denk dat wij gewoon moeten accepteren dat zij gewoon... voor dit nu, op dit moment, heeft gekozen. En daarna gewoon verder weer gewoon allemaal lekker naar 72 luisteren, 71. Oké, die zei meer. Wat? Ik werk natuurlijk met Hans Mattel bij de radio. En die zei vandaag heel goed, zei die van... had Aretha de krant opgelezen op een cd, dan ga je het nog kopen. Want eens een fan, altijd een fan. Dus daar was ik het wel een beetje met hem eens. En toen zei Giel, volgens mij, dat had ik nog liever gehad. Ja. Dat ze misschien de krant had gelezen. Maar eigenlijk komt het erop neer. We love Aretha regardless. Oké, okay. Ja. Een heel klein stukje Me Oh My. Yes. Is dat een idee? Is dat uit die tijd? Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is wel mooi. Harder. Harder. Ja! Wij spreken hier af, dames, dat we alle volgende platen... want we hopen dat er nog een paar volgen... Aretha Franklin hier aan tafel met jullie maar bespreken. Maar mogen we voordat we weggaan even horen wat jij vindt? Want jij hebt elke keer
tenminste, alle keer dat ik hier ben geweest, elke keer dat jij bent geweest, is Rita staat hier aan. Altijd. Dus wat voor deze plaats? Een uur voor de uitzending draaien wij Rita. Dus wat ik heb in mijn leven al een bij elkaar opgeteld 7 maanden Rita Franklin achter de rug. Ik vind wat ik bij alle grote artiesten vind die nog laat een plaat maken. Bijvoorbeeld Bob Dylan, die ik altijd blind koop. Soms valt het tegen, generally speaking. Maar er zitten altijd een paar momenten in die je eindeloos blijft herhalen. Precies. Want hij is er nog. En je hebt al die herinneringen aan vroeger weer waarin ze je zoveel plezier heeft gedaan. Mm-hmm. In dit geval Rita Franklin. Mm-hmm. Neil Diamond heeft nu een plaat af. Ja. Is totaal andere orde. Misschien gaat ze nog wel een plaat maken dat ze de krant voorleest. Maar vind je hem goed of niet? Ik geef hem 7. Dat is liefde. Dat is de liefde. Liefde. Thank you so much. Straks 10 jaar Giel in de ochtend.